Aan deze kan je het eigenlijk wel zien. Dit schaap moet op dieet. En daarom staat hij op deze zonnige dag hier op de kinderboerderij in Nieuwegein en niet op de dierenweide. Tot groot verdriet van buurtbewoners. Buiten het feit dat ik het gewoon heel saai en leeg vind, vind ik het ook gewoon heel triest voor de dieren, maar ook voor de mensen hieromheen. We hebben heel veel oudere mensen en heel veel mensen met kleine kinderen die hier meerdere keren per dag komen. En er is gewoon niks meer. Ondanks de bordjes dat je de dieren niet mag voeren, krijgen ze toch van alles toegestopt. Kijk, mensen handelen altijd vanuit een goede bedoeling, hè? Die komen met kinderen, die komen en nemen brood mee voor de beesten. Zelfs pannen macaroni heb ik gehoord, die worden daar gedeeld. Ja, dat is vanuit een goede intentie, maar het is echt niet goed voor het beest. Nou, als je goed naar de schaapjes kijkt, ik ga even kijken of ze willen komen. Je ziet het voor het borstbeen van het schaap, het witte middelschaap, dat eigenlijk helemaal dik staat. En dat is eigenlijk een soort vetophoping. En die vetophoping krijg je eigenlijk over het hele lijf. We hebben een schaap die vervet was op het hart. Ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Want zo horen ze eruit te zien. Veel slanker dus. Een streng dieet is het gevolg. Ja, met deze zijn we nu 8-9 weken bezig. En er zijn ook schapen die al echt 6-7 maanden hier op zwaar dieet staan. De grote vraag is nu, komen de dieren nog terug? Bewoners hopen van wel. De dierenweide staat hier al jaren en wij willen de beesten gewoon terug. We gaan ook met ze in gesprek om te kijken wat ze graag willen en hoe ze dat ingevuld zouden willen hebben. Maar het moet wel passen en kunnen in zeker het dierenwelzijn. Want op deze manier is het dus niet goed gegaan en hebben we echt moeten interveneren.